Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Daarnet zag u mij in gesprek met de heren Sloten en Rijssel over de jaardag en de lezing van Anton de Kom. En nu in het tweede deel ga ik praten met de heer Henk Ramnandanlal. En hij heeft een mooie manier gegeven om zijn naam uit te spreken. Hij zegt, is Ramnandanlal. Meneer Ramnandanlal, welkom in gesprek met. Ja. Dank u wel. U bent ondervoorzitter van de PALU en als zodanig ga ik vandaag met u praten over de politieke ontwikkelingen nu in het land en the way forward. Laten we beginnen met, er was een protestactie en PALU vond dat eigenlijk deze actie niet nodig was. Is dat zo? Ja, dus wij vonden eigenlijk dat we begrepen waarom die protestdemonstratie werd gehouden. Mm-hmm. We begrijpen de pijn van het volk. Er is een heleboel gebeurd de laatste 2-3 weken. Mm-hmm. Zeker op het monetaire vlak, ja. Zoals we dat noemen. De koers is, zou kunnen zeggen, uit de pan aan het lopen. Ja, de samenleving verarmt. Dus we begrijpen dat inderdaad de pijn daar is. Mm-hmm. En het volk uit ontevredenheid op straat wil komen. Ja. Alleen wat we hebben gezien, we zijn dus ook uitgenodigd als politieke partij om te komen, om eventueel ook een spreekbeurt in te vullen. Dat we hebben gezegd van ja, maar waar gaan we nou voor? Want we gaan weer het volk oproepen om tegen te demonstreren. Maar wat is de bedoeling? Waar gaan we nou voor? Gaan we voor om die regering naar huis te sturen? Of gaan we voor om de NDP naar huis te sturen? Of gaan we voor om een beleidswijziging af te doen? Wat is nou precies het doel van die bijeenkomst? Voor ons was het niet zo duidelijk. We hoorden verschillende redenen waarom die activiteit werd gehouden vanuit de organisatie. Aan de ene kant zei men, we willen uiting geven aan de ontevredenheid. We willen een boodschap geven aan de regering. Maar je zag op de pamfletten, weg met de NDP. Ja. Begrijp je? Dus voor ons was het niet duidelijk. We hebben gezegd, we willen liever graag met de betrokken partijen aan tafel gaan zitten. Mm-hmm. En kijken waar we naartoe willen gaan in het land. We moeten niet weer het volk oproepen. En dat gaat dan om 3 maanden voor de verkiezingen. Dus als men een politieke boodschap zou hebben, zeg ik. Want de mensen die op het podium daar klommen, die waren allemaal van verschillende politieke partijen. Er waren natuurlijk ook wat maatschappelijke groepen bij. En dan zeg ik, breng dan als politieke partij je boodschap naar die samenleving. En laten we ervoor gaan om in de verkiezingen een wijziging van beleid voor te stellen. Ja. En wil je dat in eenheid doen, dat is eigenlijk wat wij als PALU zeggen, willen we toch wel het volk een beeld geven waar zij dan voor gaan, want we roepen ze nu op om tegen te stemmen. Laten we dan met elkaar aan tafel zitten, als politieke partijen, als verantwoordelijken in die samenleving. We zeggen als PALU, als leidende personen, want de PALU is een leidende politieke partij. Laten we met elkaar dan in ieder geval eens worden over waar we dan in die beleidswijziging dit land naartoe gaan brengen. Ja. En daar, dat is niet op gang gekomen, waardoor we zeiden van nou, dan maar het zo laten zoals het is. En we hebben ook deelgenomen overigens aan vooroverleg en dergelijke. Het zijn een paar jongeren ook afgevaardigd. Alleen we hebben niet voldoende die antwoorden gehad die we graag zouden willen. Oké, dus u zegt, eigenlijk wil de PALU een beetje gericht bezig zijn. Want over enkele maanden hebben we de verkiezingen. Hoe staat PALU ervoor? Nou, wij gaan ervoor om het volk voor te lichten, om vooral voor een bepaalde doel, einddoel te stemmen. Ja. Dat is wat we altijd hebben gedaan. We moeten niet proberen om het volk weer tegen te laten stemmen. We hebben dat gehad in 87 tegen de militairen. Toen kwam Front aan de macht met 41 zetels. Onder Knutselhulp raakte Ros. Die liep ook vast met de grootste inflatie die we kenden in de geschiedenis. Vlak voor 96 in onze geschiedenis. Toen hebben we weer tegengestemd. En toen kwam wij de Bos met ook met allerlei manipulaties gebruik maken van de ontevredenheid die bij de assembleeleden waren. Onder Knutselhulp stopte met alle consequenties van dien. 2000 hebben we weer tegen wij de Bos gestemd. Front kwam weer aan de macht. Want toen kunnen ze erop komen los. En ondanks dat er een relatieve stabiliteit was in die economie, met 750 miljoen euro aan ontwikkelingshulp en ook nog die hoge olie- en goudprijzen, hebben we gezien dat het volk zei, ja, de economie groeit, maar per toeval, mm-hmm. maar de jongeren
daar is geen perspectief voor gecreëerd. Ja. Er is onvoldoende geïnvesteerd dan in die groei en die ontwikkeling. En men heeft toen in 2010, megacombinatie waar de Palo een onderdeel van was, weer tegengestemd. Ja. En nu loopt dus die NDP-combinatie, die NDP-coalitie loopt vast. De Palo zit er niet meer bij. En we gaan dan oproepen om tegen te stemmen. Zonder dat we eigenlijk, en we hebben bij het 40-jarig bestaan van de Palo hebben we geëvalueerd vanaf 75. Hoe komt het dat het land zo weinig stappen vooruit heeft gemaakt? Ja. Dat we hebben gezegd. Palo was een van die periodes ook in de regering. Palo is op verschillende momenten vanaf 75 in de regering. Mm. En we hebben ook op onze manier een bijdrage geleverd aan die ontwikkeling van het land. Ik kan zo een paar noemen. Het feit dat de nu politieke partijen zeggen dat ze niet etnisch georganiseerd zijn, met NDP als leidende partij voorop nu, met de VHP gevolgd. Dat is een denken vanaf 1977, die onder andere in de Palu is vastgelegd. Ja. En wat we ook zo hebben ten uitvoer hebben gebracht naar die samenleving. Dat is een van de voorbeelden. Maar het voorbeeld van geloof in eigen kunnen, wat dus bij Staatsolie nu in de banner gevoerd wordt. Ja. Wat we zullen zijn, is wat we van onszelf zullen hebben gemaakt. Dat is wat de Palu nog steeds vanaf 1977 op een mooie poster heeft vastgelegd. Mm-hmm. Dat denken, het feit dat er nu bijvoorbeeld zoveel Surinaams muziek op de radio hoort, dat is ook als gevolg van dat denken op gang gekomen. Mm-hmm. Zo zijn dus een aantal voorbeelden, maar het gaat erom, we hebben kleine stapjes vooruit gemaakt toen. Maar elke regering eigenlijk, als je kijkt, elke regering, ik kan niet zeggen dat geen enkele regering... Je kan niet zeggen dat de regering helemaal niks heeft gedaan, inderdaad. Alle regeringen doen aan samen. Absoluut. Maar wat we hebben gezien is dat de ene regering komt, doet kleine stapjes vooruit. De andere regering komt, die begint dat te stoppen, want aan of ding. Mm-hmm. We gunnen die man niet, dus we beginnen stoppen aan dat. Ja. En als het even kan, dan moet Brokking ook doen. Precies. Maar dat is gevallen dus, kapitaalverlies, noem maar op, inzichtverlies. En dat soms een beetje stilstand. En in plaats van dat je dan die vooruitgang krijgt. En dan begint die nieuwe regering dan eigen ding te doen. Precies. Haar eigen ding te doen. Mm-hmm. Met alle consequenties van die. Nou, dat hebben we niet één keer gehad. We hebben inmiddels 3-4 momenten gehad waar we zo'n wisseling hebben gehad. Wat we zeggen is, we hebben die verantwoordelijkheid om dit land in te richten. Dus onze verantwoordelijkheid vanaf 1975. En we kunnen eigenlijk niet aan het buitenland de schuld geven. Mm-hmm. Maar wat we vooral in de gaten moeten houden, dat vooral als we met elkaar aan tafel zitten en proberen die eenheid te bereiken, want dat is wat we willen, dat we met z'n allen een maatschappelijk, breed maatschappelijk gedragen ontwikkelingsvisie neerzetten. Ja. Van waar we over 30, 40 jaar naartoe willen. Mm-hmm. Als we dat niet doen, dan gaan we precies krijgen wat we de afgelopen 30, 40 jaar, 45 jaar hebben gehad. Ja. Maar de regering komt, ik doe aan Toussaint niet, want de regering komt, begin stoppen en begin brokken. Maar als ik zo naar u luister, dan praat u over eenheid. Maar als we kijken naar de politieke partijen en ons politiek stelsel of alles dat daarmee gepaard gaat. Men wil niet echt samenwerken. Tenminste voor de vooruitgang van het land. Men werkt samen vanuit eigen belang. Heeft Palu dat ook gedaan? Nee, ik denk niet dus dat de Palu dat heeft gedaan. We hebben altijd gezegd, we praten met iedereen. Mm. Dat is een goed voorbeeld. In het parlement hoor je niet de Palu opstaan en we kosten, maar dat is dan wat er dan wordt gezegd. Henk, toen ik dus in het parlement zat, verschillende mensen zeiden dat Henk eigenlijk naar op je moest kosten. Maar. Maar zo werkt de Palu niet, omdat als je vernieuwing wil brengen, dan kan je niet iets doen wat dit land continu heeft tegengehouden. Je kan niet in een politieke cultuur gaan zitten van voor en tegen. Dus ik ben coalitie en ik ben dan, en jij bent van de oppositie. Dus oppositie is a priori tegen alles tegen. En omgekeerd. En omgekeerd. Als aan dat Notjara komt. Maar dat staat in noten in DNA. Begrijp je? Dus we hebben gezegd van nee, we moeten de cultuur doorbreken. En we zien dus heel vaak dat men het niet goed begrijpt. Mm-hmm. Omdat we denken nog steeds in die oude politieke cultuur, voor tegen. We hebben een genuanceerd standpunt proberen uit te brengen bij die protestdemonstratie. En iedereen zegt, Iji, de man voor Palu, de man ondersteunen NDP. Maar dat was het niet. Want we hebben duidelijk ook kritiek geleverd op wat er nu gebeurt. We hebben ook gezegd, kijk, al die zaken die we nu op korte termijn willen realiseren, als het nou gaat om mensen die corruptie hebben gepleegd en die dan onderzocht moeten worden en opgesloten, dat moet. Dat moeten we doen. Maar ook andere politieke partijen, nieuwe politieke partijen zeggen, recht en wet moet gelden. Dus er moet daar ook een stukje ordening in gebracht worden. Klopt, dat moet. Recht en wet, wat we hebben gemaakt, dat moet gelden. Maar ook
men praat nu over dienstbaar leiderschap. Dat klopt ook. Je moet een ander soort leiderschap daar neerzetten. Maar dat zijn allemaal korte termijn maatregelen. Mm. Want dat Tamara Oesro te hoeft draait. Ja. En dan? Begrijp je? Ja. Dus, maar als ik dit zeg, weet ik zeker dat er kijkers zijn die zeggen, je ziet de man voor Palu, de man was rot te hoeft draait. De bigeverering. Kijk, het gaat erom, bij het neem een goed onderwerp, corruptie. Ja. De mensen die inderdaad corruptieve handelingen hebben gepleegd, die moet je onderzoeken, die moet je vervolgen en eventueel opsluiten. Dat brengt ons direct op dat kassenreserve. Dat moet onderzocht worden. Mm-hmm. Wat is fout gegaan daar en we moeten daar verbetering aan brengen. En wat we zeggen dan, mm-hmm. ook met betrekking tot de kassenreserves, laten we kijken hoe we dat bestuurlijk systeem willen inrichten in 30, 40 jaar. Mm. Waar we nu zien dat slechts enkelen besluiten nemen die vergaand zijn voor die samenleving. Er is een kleine groep van mensen die besluiten over leningen en die besluiten waar die leningen aan worden gegeven. Wij zeggen van, er moet een systeem komen van politieke leiders die aan de macht komen, die gedwongen worden om te luisteren wat bij het volk speelt. Bijvoorbeeld, we maken nu resortplannen. Ja. Maar die resortplannen verdwijnen ergens op de begroting van het ministerie van regionale ontwikkeling. Zonder dat beleidsmakers echt een studie van maken, van eigenlijk zijn ik Queens af volk. Als je dat daarnaar kijkt, bijvoorbeeld toen we Paramaribo, alle resortplannen hebben een probleem, men constateert dat, met hangjongeren. Mm, yeah. Waarom zijn we niet in staat geweest, dat vanaf dat dit speelt, vanaf 87 maken we resortplannen, waar dat allemaal in staat, dat we zijn gekomen als beleidsmaker, als politiek verantwoordelijke, dat we hebben gezegd, kolokou een programma om onze jongeren zodanig te onderwijzen, dat momenten maar klaar den stuka, mm-hmm. dat ze gelijk een werk vinden. Ja. Na 30 jaar. Begrepen? Universiteitsstudenten. Studenten zijn nu werkloos. Ja, en zij werken. Begrepen? Dus mm-hmm. waarom zijn we niet met een programma gekomen van dat we zeggen van, hier nou, hoe kan fit naar elkaar? We kunnen allerlei politieke partijen om allerlei redenen kunnen elkaar bevechten, maar laten we nou van eens zijn dat dit een probleem is. Zijn is Queens afvallen. Maar heeft u dat naar voren gebracht? We hebben dit op verschillende momenten naar voren gebracht. En er wordt niet geluisterd? Nee, dus men gaat voor korte termijn doen. Mm. Dat is dus ook het probleem wat we nu hebben. Ze zeggen, we gaan naar de verkiezingen. Ja. Dus het gaat erom dat we zoveel mogelijk zetels gaan winnen. Wij zeggen als Palu, we kijken verder dan de verkiezingen. We zullen nu de basis moeten leggen voor een cultuur waar we meer het volk gaan organiseren. Bij elkaar brengen. En rondom problemen die opgelost moeten worden. In plaats van wat we nu doen, die samenleving verdelen. Die boeren en die keri die zijn inmiddels al verdeeld. 3 boerenorganisaties met 2 verenigingen van rechtsstructuurs. Ja. Die Saramakanen zijn verdeeld. De inheemse zijn verdeeld. Zelfs voetbalverenigingen en moskeeën en mandiers mm-hmm. worden tegenwoordig verdeeld met allerlei pakketten. Ja. En ja. Op die manier maak je geen sterke burger. Op die manier maak je geen sterke samenleving. Dus ik hoop dus dat ook de luisteraar met me meedenken en meeluisteren, dat ze begrijpen dat al die andere dingen die nu opkomen, corruptie, ja, dienstbaar leiderschap, klopt, recht en wet moeten gelden, noem maar op, al die mooie dingen die door nieuwe politieke partijen, jongeren naar boven worden gebracht, allemaal moet. Maar dat zijn allemaal korte termijn maatregelen. We moeten die dingen doen, maar onze ogen gericht op waar we over 30, 40 jaar willen zijn. Ja. Anders ga je doen wat deze regering heeft gedaan. Ja, en dan worden al deze dingen slechts kreten, inhoudloos. Terwijl wat deze regering heeft gedaan, ze hebben rij- en voertuigenbelasting ingevoerd. Maar ze willen wel een voedselschuur worden van dit land. Ja. Maar dan zie je dus dat voertuigen die belangrijk zijn in voedselproductie, die worden onevenredig zwaar belast. Maar het is nu weer on hold, denk ik. Begrijp je? Dus dat is ook nog weer on hold. Dus dat is weer. Zie je, dus dat zijn allemaal eilandjes van dingen die niet los. Ja, dus het gaat erom dat we een samenhangend ding. Laten we in die economie 3, 2, voor mijn part, speerpunten bedenken waarmee we die economie een boost kunnen geven. He? We zeggen duurzame sectoren, we hebben nu de niet duurzame sectoren, wat we noemen de mineralogische sector. Mm-hmm. Olie, goud, bauxiet is voor een deel al op. Dat gaat opraken. Ja, mm-hmm. toch? Dat is niet duurzaam. De duurzame sectoren, die zijn landbouw, toerisme, dienstensector. Mm-hmm. Als we eens zijn dat we die
dat andere been moeten ontwikkelen. Want de economie rust op twee benen. Zou op twee benen moeten rusten. Eén is, die gaat opraken. En die andere moet ons verder helpen. En maar, onze kindskinderen. Ik kom er even in. Maar nu zijn alle ogen gericht op olie. Begrijp je? Maar ook die olie gaat ooit opraken. We make money. We make money. Uh-huh. Maar laten we dat en investeren. Juist. Om dat andere been tot onder de brengen. Oké. Dat is wat we zeggen. Maar het moet geen visie van Palu zijn of blijven. Het moet breed gedragen nationaal. Zijn. Dat mensen begrijpen van, de maletti. Mm-hmm. Dat maakt niet uit welke regering komt. Dan kan die ene regering komen en zeggen van, we gaan visserij vooraan geven. Mm-hmm. En daar investeren. Of de andere regering komt die zegt, we gaan landbouw vooraan geven. Of andere zeggen, ik kom in met een investeringsinjectie voor de verwerkende industrie in die landbouw. Mm-hmm. Begrijp je? Ja. Maar dan allemaal één keer passie wakker. Mm. Begrijp je? Dus het maakt dan niet uit of de ene keer veeteelt het accent op wordt gelegd. Ja. Of de andere keer. Begrijp je? Dus, maar dan krijg je geen segmentarische dingen. Dingen worden goed ontwikkeld in. En we krijgen niet dat maar degene ik kom en begin doen aan niet. Ja. Dat want er degene ik kom begin stoppen. Ik kom die stopping. Continuïteit. En je ziet wat er gebeurt met Yarikawa. Ja. Begrijp je? Dus, en zo zijn er een heleboel voorbeelden van projecten die zijn gestart en die zijn gestopt. Als we dit begrijpen, dan hoop ik dus dat men begrijpt wat we bedoelen met al die dingen die nu voorgesteld worden. De maletti, mm-hmm. We moeten die dingen doen, maar het zijn allemaal korte termijn dingen. We schrotten als hoefdraad dadelijk en dan zang. Yes, begrijp je? Dus, want wie krijgen we? En wat gaan we doen met het feit dat we op dit moment, zijn is Queens afvolk, dat we al die jaren eigenlijk aan voorbij gaan. Alle resorten maken resortplannen. Alle resortraden maken resortplannen. Ja. Maar de maillas ziet allerlei. De Sansa is Queens afvolk. Precies, want er zijn. Wanneer men straks naar de stembus gaat, gaat men kiezen. DNA, resort, toch? Dat zijn de verkiezingen, toch? Ja. Voor resortraden en zo. Maar daarna zie je eigenlijk is alleen DNA in beeld. Ja, klopt. Je ziet die anderen niet. Nee. Dus die moeten ook een beetje meer naar voren geschoven worden. Niet geschoven worden, want ze zijn ze moeten meer gaan werken. Ja, klopt. Maar je moet ze betrekken ook in het beleid. Want kijk, een aantal dingen die het volk pijn doen, die moet je als beleidsmaker, als politieke partij, maar ook als verantwoordelijke beleidsmaker vertalen in jouw, en meenemen in jouw planning. Je moet het vertalen naar maatregelen die je gaat nemen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld ontwatering van Paramaribo. Mm. Kijk, alle resortplannen, alle resort hebben een probleem met noodwatering. Ja. Maar je moet eerst wel het groot beeld hebben, waar breng je dat water naartoe? Mm-hmm. Ja, toch? Dus dat kan een resortraad niet bedenken natuurlijk. Nee. Dus je gaat als regering dat moeten bedenken van, hoe gaan we in grote lijnen de ontwatering van Paramaribo organiseren? En vervolgens dat vertalen naar resortniveau. En dan kan je de resortraden laten inkomen van welk deel van een resort, welke wijken moeten dringend snel worden aangepakt. Ja. En dan betrek je ze in dat geheel. Dat is de manier waarop die plannen zou moeten plaatsvinden. Maar zij hebben ook die resortraden maken plannen, districtsraden maken plannen. Ja, en de Maelassie, dat gaat ergens op een begroting bij de regionale ontwikkeling, ministerie van regionale ontwikkeling. Dus, en we kijken er niet meer naar. Dus we zien. U zegt, er moet een ontwikkelingsvisie zijn en breed gedragen. Breed gedragen en die samenleving moet meer inbreng krijgen. Ja. Beleidsmakers moeten ons systeem zodanig inrichten, beleid, bestuurssysteem, dat beleidsmakers niet meer zomaar langs die behoeften bij het volk voorbij lopen. Ja. Zij moeten die inbreng kunnen hebben van, wat een probleem dan aan jongeren? Hang jongeren die werkloos zijn. Wat gaan we ermee doen? Begrijp je? En ik denk dat degenen die daarin voor moeten gaan, eigenlijk de volksvertegenwoordigers zijn. Want dat zijn ze, maar volksvertegenwoordigers, maar ook natuurlijk de partij die hun daar uiteindelijk heeft gezet. Want die partij moet natuurlijk die visie hebben. Die partij moet die deskundigheid hebben. Om te begrijpen van, al die resortplannen hebben naar voren gebracht. We hebben een probleem met verkeersdoorstroming. Ja. We hebben een probleem met verkeersveiligheid. Precies. En criminaliteit, al dat soort criminaliteit. Hoe vertalen we dat in een programma waardoor we dat wat beheersbare proporties kunnen terugbrengen? Ja. En de enige manier zoals wij het zien is vooral die samenleving betrekken. Die samenleving het gevoel geven van we go on pressie, weet je? En vooral luisteren naar, zij is Queens de man. Ja, we are you. Nou,
Over enkele maanden hebben we de verkiezingen. Zullen we Henk Ram Nandalal op een lijst zien weer? Dus ik hoop het. Het is afhankelijk natuurlijk wat de partijkaders doen. Mm-hmm. We zijn nu aan het campaignen organiseren in Wanica. Is het landelijk? Nee, we gaan in 4 districten weer meedoen. Ja. In Koroni, Saramaka, Paramaribo en Wanica. Want ik weet dat jullie inderdaad altijd een kandidaat in Koroni. Ja. Die kwam altijd binnen. Ja, hoe staat maar ook het omdat we daar samen met het volk een aantal dingen hebben gerealiseerd in het verleden. Okay. En het volk weet daar wat ze aan de palo hebben. Maar het is weer ook wel afhankelijk van de partijkaders, mm-hmm. wat we gaan doen. Ja. Want ISAP, komende verkiezingen hebben we een probleem met financiering. Mm. Dus het zal allemaal afgewogen worden wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, hoe we gaan samenwerken. Maar daar kijken we ook naar, welke verkiezingen als palo kijken we naar, hoe gaan we samenwerken. Ondanks die pre-electorale dat pre-electoraal verbod. Ja, verbod. Mm-hmm. Maar de mogelijkheid dit. Dus okay. We gaan dat ook aftasten en kijken of we dat kunnen uitwerken. Want er zijn niet zoveel maanden meer. Nee, het is... Maar jullie zijn op schema? We zijn op schema. We zijn op schema. Nou, geweldig. Dan zeg ik bedankt dat u dit even met ons wilde delen. Ik denk dat in de komende programma's, misschien brengen we u een keer met een ander, iemand van een andere politieke partij. En dan kijken we of de meningen botsen of als jullie op één lijn zijn. Ja, inhoudelijk debat. Juist, helemaal. Maar ja, bedankt. Dank u wel. Kijkers, dat was dus de heer Henk Ram Nandalal, ondervoorzitter van de PALU, met wie wij hebben gesproken over de politieke ontwikkelingen. U heeft het gehoord en meneer Ram Nandalal, die heeft gezegd dat de situatie nu uitzichtloos lijkt, maar we kunnen met z'n allen er snel uitkomen. En hij heeft ook een paar voorbeelden aangehaald hoe dat zou kunnen. Ik hoop dat de beleidsmakers nu toch wel willen luisteren. Het zijn niet zoveel maanden na de verkiezingen. Maar we moeten ons niet richten op de verkiezingen. We moeten ons richten op het volk. Wat zijn de noden? Hoe kunnen we deze noden tot het verleden laten behoren? Of een beetje verbetering of verlichting daarin brengen. Na de komende verkiezingen toe zullen we vaker politici uitnodigen om te praten met hun. Over het beleid van hun partij, maar ook over het algemeen belang. Maar wij gaan deze aflevering van In Gesprek Met afsluiten met een heel leuk item. In de Grote Stadskerk was er afgelopen maandag een hele leuke interactieve dienst. Dominee Orlando Bottenblij is momenteel in Suriname met een team. Hij is er met een zandtovenaar en een gospelzanger. En wij nemen u terug naar de dienst in de Grote Stadskerk.